Nou, helemaal top. Kom ik er wel uit. Ja, heel erg bedankt. Oké, doeg. De apotheek. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dag 8 na mijn. Of dag 8 van mijn chemotraject. 5 dagen na mijn laatste chemo. En ik ga je weer meenemen de komende dagen. Jongens, ik wil trouwens nog even een shout-out doen naar deze prachtige By Terry palet. Het is echt helemaal geweldig. Er zitten twee mooie blushes in. Een highlighter en een bronzer. En hij is gewoon zo mooi op de huid. Het is zeker het aanschaffen waard. Zo eventjes kijken hoe mooi die ook is. Echt gorgeous. Even kijken hoe die precies heet. Voor de mensen die het interessant vinden. Dit is de naam. De CC palet. Brightening in de kleur Sunny Flash. Dus bij deze. En als we dan toch bezig zijn. Deze gebruik ik altijd voor een lekker mooi kleurtje. En een glans op mijn huid. Dat is de Brightening CC Serum in de kleur. Even kijken. Flashy Rose 4. Staat er niet op, maar dat weet ik uit mijn hoofd. Het is de donkerste kleur van de Brightening CC Serum. Fantastisch ook. En er komt net weer een pakketje binnen. Jongens. Openmaken. Oh. Dat lukt niet echt met één hand. Kijk dan, wat is dit? Super lief, Kim. Oeh. Chocolate. Even openmaken. Ruik jij het al? Oh. Kijk eens. Die hadden een ramptoerist ook aan. Nee? Kijk dan, jongens. Oh my god. Dit is volgens mij lekker. Oh, echt super bedankt. Hier gaan wij heel erg van genieten. Althans ik. Heerlijk. Het zijn chocoladebonbons. Kijk hoe mooi. Wat een kunstwerkje is. Super mooi. En dan ga ik nu even kijken of ik iets voor werk kan doen. Want je ligt lekker in de zon. Te chillen. Let's go. Morning. We beginnen de dag met een tripje naar het ziekenhuis voor bloedonderzoek voor de chemo. En ook de bloedafname wordt in een aparte kamer gedaan. Goed uitzicht. Let's wait. Crypto messages. Klaar! Kijk dan hoe mooi weer het is. Klaar! Kan je er langs? Oké, dus even kijken hoe het met mijn fans staat. Hè? Hoor je ze al? Nee, ik hoor ze nog niet. Ja? Ik ben terug en ik ben even wat leuks aan het doen, want op donderdag om 9 uur komt elke week een nieuwe collectie van Zara online. Dus ga ik altijd eventjes een beetje kijken naar de trends en wellicht dat ik even een bestelling doe, want ik heb wat leuke dingetjes gezien. De foto's vind ik altijd verschrikkelijk op de modellen, maar bijvoorbeeld deze top, die vind ik dus echt, die heeft een hele mooie hals. Even
Even kijken of ik dat beter kan laten zien. Kijk. Dit is echt wel een hele mooie hals. Ik weet niet of die te kort is, maar misschien moet ik dan een maatje groter bestellen. En heb je ook in het zwart. Even kijken. Deze in een soort shirtvorm. Maar het is echt. Kijk. Het is moeilijk te zien in het zwart. Ik denk niet dat je het ziet, maar het is net eventjes een wat mooier, sierlijker randje als je bijvoorbeeld een jasje of zoiets draagt. Dus ja, ik vind dit wel een tip. Kijk, dit shirtje ook. Dit lijkt super simpel, dat is het ook. Maar dit maakt het allemaal net met dat mesh bovenaan, wat een beetje doorzichtig is, maakt het net eventjes wat chiquer als je er bijvoorbeeld gewoon op een spijkerbroek draagt of iets dergelijks. Ik vind het echt wel heel erg mooi. Maar hoef ik natuurlijk geen blote buik te hebben. Maar het gaat mij om de hals. En ik zie ook heel veel denim items. En wat mij, voor mij er dan uitspringt is bijvoorbeeld deze. Dit is gewoon een simpel slippertje. Een beetje Hermes-like. Maar echt super grappig. Kijk. Ik vind het dus echt heel erg leuk. Helaas heb ik een hele kleine schoenmaat. Dus ik pas er niet. Maar het is wel even een tipje voor mensen die dit ook leuk vinden. En zo'n tasje is natuurlijk ook altijd leuk. Welke zag ik ook weer? Even terug. Deze trouwens met kitten heel. Vind ik ook leuk. En kijk. En dit tasje vind ik ook echt te cute. Kijk dan. Heel leuk. Ja, en zo'n jurkje. Altijd leuk en super easy om aan te trekken. Echt heel erg schattig. De kleur vind ik mooi. En ja, gewoon te leuk voor de lente. Oké, nu stoppen jongens. Zo, die is weer helemaal gevuld voor de komende week. Dus die kan weer dicht. Dit is mijn cadeau aan mezelf na deze eerste chemocyclus. Let's see what's in it. Ik moest wel een tijdje nadenken over de kleur die ik uiteindelijk gekozen heb. Want heel lang dacht ik dat ik de blauwe / paarse versie wilde. Maar uiteindelijk ben ik toch voor deze gegaan. Omdat ik deze gewoon eigenlijk ja, net wat chiquer vond. De box ziet er heel chic uit. Dit is de styler. Dit is hem. En dit zijn de tools, heel keurig verpakt. Nou, ik ga hem even uitpakken en dan ga ik even opnieuw weer filmen. Want dit duurt al heel erg lang en is een beetje saai. Oké, dit is hem. Deze opzetstukken zitten erbij. Twee borstels om stylend te feunen. Ronde feun borstelkop. Dit is de feunkop, waarbij je hem dus en goed kan feunen, je haar. En de flyaways kan verbergen. Even kijken, dat staat hierop. Zo doe je dat. Het rechterplaatje. En om te drogen. En natuurlijk de krulbarrels in twee formaten. Dus ik heb een hoop mensen gehoord die het helemaal niks vinden. Ik heb ook een hoop mensen gehoord die het wel fantastisch vinden. Ik heb er tot nu toe goede ervaringen mee als ik het liet doen. Dus ja, ik denk dat het behoorlijk wat practice gaat kosten. Maar goed, daar heb ik nu natuurlijk de tijd voor. En zoals ik al zei, ga ik deze tool de komende weken gebruiken om te oefenen op zowel het nieuwe haarwerk dat ik heb, als de haarwerken die ik al een paar jaar in bezit heb. En ja, dan kan ik gewoon lekker gaan oefenen. Zonder dat ik mijn eigen haar ruïneer, wat daarna natuurlijk weer gaat groeien. En als ik mijn eigen haar weer heb, dan ben ik gewoon een pro geworden met de Dyson Airwrap. Dus ik heb er zin in. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Huh? En die twee nou weer aan het doen. Die zijn echt twee weirdo's. En dan te bedenken dat ze een paar jaar geleden in het begin elkaar letterlijk afmaakten. Zo, ik heb even alle verpakkingen verwijderd en het eventjes mooi ingericht. Dus hier heb je de twee borstels. Ik zag trouwens dat de oranje borstel is de zachte stijlborstel. En de zwarte is de harde borstel.
Oh ja, dat voel je wel, ja. Oké, en hier zitten de overige tools in. De föhn, de twee krulperls en de ronde borstel. En dan hier deze. En onderin zit de stekker en nog wat extra dingen. En dan kan zo de box dicht. Nou, is het geen plaatje zo? Super blij mee. Zo, dat is iets langer geleden dan ik van tevoren verwacht had. Ik kan me niet eens meer herinneren wat ik als laatste gefilmde. Volgens mij was dat de Dyson unboxing. Ja, volgens mij wel. Het is inmiddels een paar dagen verder. Ik wilde gewoon eventjes een aantal dagen relaxen. En gisteren wilde ik het filmen weer opnemen. Gisteren was het zondag. En toen had ik de slechtste dag in de afgelopen 3 weken. Wat overigens helemaal niks met mijn chemo's te maken had. Maar ik heb waarschijnlijk iets verkeerds gegeten de dag ervoor. Dus ik was zo ontzettend misselijk gisteren. Ik heb letterlijk de hele dag op de bank gelegen. En elke keer als ik bewoog, dan was het weer dit idee. Dus ja, dat was heel anders dan ik gehoopt had. Maar vandaag voel ik me weer een stukje beter gelukkig. Ik heb vanochtend mijn haar wederom gewassen. Nog eventjes genieten ervan. En ik heb me klaargemaakt voor de dag. Maandag is altijd mijn admin day, dus dat betekent heel veel mails vooral. Sales dingetjes, campagne details uitvogelen en de planning maken voor de komende week. Dus dat ga ik doen. Dus daar ga ik maar gelijk mee beginnen. Ik ben aan het werk en nu wil iemand aandacht. Wat is er, Snuffy? Wat is er dan? Wat is er dan? Wil je een beetje aandacht? En jij, hè? Wat is dit? De camera. Ja. Wat is er dan? Ja, ik kan niet op schoot. Ik moet even werken. Hm? Kan niet. Kijk, ik wil gewoon op schoot springen. En hij is in staat om bovenop mijn laptop te springen. Dus ik moet even opletten hier. Hè, huh? Snippie? Johan. Even een paar minuutjes pauze. Snippie. Kleine headmassage. Oké, ik ben even gestopt met werken, want ik moet eventjes een spray doen. Dat is een hele heftige. Het zit in dit potje. Die moet ik aanlengen met water en dan optrekken met een naald. En dan in mijn sprayapparaat stoppen en dan de sprayen. Ik gebruik deze 1 keer per week. Daar heb ik enorm hekel aan, want ik ben er letterlijk 24 uur heel benauwd van. Maar goed, het moet echt. Want gedurende mijn chemo is mijn immuunsysteem natuurlijk nog veel slechter dan normaal. En dan krijgen dingen als schimmeltjes en zo de kans om in mijn donorlongen te gaan rotzooien. Dus om dat te voorkomen, spray ik dit elke week of elke 5 dagen. En dat moet dan schimmel tegengaan. Het voelt echt, zeker als je de eerste teug neemt, alsof echt 100 naaldjes naar binnen gaan. Het is echt een klote gevoel, maar nou ja, wat moet, dat moet. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga het eerst eventjes klaarmaken. Het is ook echt gifgeel. Dat zal ik zo even laten zien. Echt gifgeel. En als je het gespreid hebt, komt het zelfs je neus uit. Het is echt TMI, maar het werkt wel als het goed is. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dit is hoe het eruit ziet. Het lijkt wel limonade zo fel. Dan stop ik het nu in mijn sprayapparaat. Dan ziet het er zo uit. Focus. Zo. En dan kan ik het sprayen. Dat duurt best wel lang trouwens. Zeker een half uur. Dus dan ga ik altijd eventjes video's kijken. Vlogs van anderen. Dat soort dingen. En dan ja, kan ik me verheugen op benauwdheid de komende 24 uur. Oké, dan. Nou even het dagelijkse sinaasappel en
gemberthee, breekje en dan gaan we weer door. Het einde van de dag. Murder, she wrote. Producer.